Universiteit van Nederland. Heb jij je wel eens afgevraagd waarom je niet uit elkaar valt? Of waarom je niet als een geest door een muur heen kan lopen? Nou, dat heeft alles te maken met natuurkundige krachten. Die dingen zie je niet, maar ze bepalen alles om je heen. Hoe de planeten om de zon draaien, hoe hoog ik kan springen, hoe stevig de gebouwen in elkaar zitten. Alles wat je kan bedenken heeft met krachten te maken. Het zijn de spelregels van de natuur. Jarenlang dachten we dat er maar 4 natuurkrachten waren. De zwaartekracht is de bekendste, maar nu staat de hele natuurkundige wereld op zijn kop. Want er is er waarschijnlijk nog één. Een oeroude, onontdekte kracht die mogelijk een grote rol speelde bij het ontstaan van het heelal. Van alles eigenlijk. Ook van ons. Een natuurkracht waar we altijd overheen keken. Tot nu. Het beroemdste natuurkundige lab ter wereld, CERN, heeft een aanwijzing voor een nieuwe natuurkracht ontdekt. Dat er nog een 5e natuurkracht bestaat naast onder meer de zwaartekracht. Of a new force of nature. This could be one of the biggest scientific breakthroughs since Einstein's theory of relativity. Mogelijk dus een van de grootste doorbraken sinds Einsteins relativiteitstheorie. Even voor de duidelijkheid, dit is Nobelprijsmateriaal. Wetenschappers wereldwijd hopen die nieuwe natuurkracht als eerste te ontdekken. Zo ook Jacco de Vries, natuurkundige aan de Universiteit Maastricht. Jacco onderzoekt eindeloos en op allerlei manieren minuscule deeltjes. Dan hoop je natuurlijk dat je iets gaat ontdekken met je experiment, wat wereldbrekend nieuws gaat zijn. Wereldschokkend nieuws gaat zijn. Zo'n nieuwe natuurkracht, een nieuwe spelregel. Wat is dat precies? Nou, een natuurkundige kracht is heel belangrijk, omdat de natuurkundige krachten eigenlijk beschrijven hoe alles om ons heen met elkaar wisselwerkt. Dus zonder natuurkundige krachten zou je uit elkaar vallen, zouden er geen planeten kunnen bestaan, zou het hele universum gevuld zijn met allemaal spul wat helemaal niks met elkaar doet. Een heel saai universum. Dus er zijn regels waarmee... Ja, dat is nog best lastig om simpel uit te leggen. We wagen toch een poging en gaan daarom skateboarden en voetballen. Dit is de Universiteit van Nederland en vandaag beantwoorden we de vraag: hoe ontdek je een nieuwe natuurkundige kracht? En nu denk je misschien, een 5e natuurkracht. Ik wist niet eens dat er 4 andere waren. Daarom even een korte stoomcursus. Van de 4 spelregels die we kennen is de bekendste de zwaartekracht. Die zorgt er bijvoorbeeld voor dat een appel omlaag valt naar de aarde toe. De 2e, elektromagnetische kracht. En die zorgt ervoor dat stroom loopt, maar ook dat ik niet mijn hand door elkaar heen kan drukken bijvoorbeeld. En er zijn er nog 2. Daar zijn we ons niet zo bewust van, want die werken op microniveau. Dat is de sterke kernkracht, die zorgt ervoor dat de atomen bij elkaar blijven. En de zwakke kernkracht, die zorgt ervoor dat dingen radioactief uit elkaar kunnen vallen. Om helemaal uit te leggen wat die krachten doen, hebben we een hele nieuwe aflevering nodig. Maar onthoud dus vooral dat het regels zijn. En met die regels kunnen we ook iets zeggen over de toekomst. Dus daarmee kan je voorspellen, als je bepaalde dingen weet, hoe het er over een bepaalde tijd uit gaat zien. Oké. En heb je daarvoor dat skateboard meegenomen? Zeker, die is voor jou. Oké. Je gaat zitten, je gaat naar beneden rollen. Uh-huh. En daar ga ik precies voorspellen hoe hard jij gaat als je beneden komt. Oké, en hoe doe je dat dan precies? Nou, het is de zwaartekracht, dus ik gebruik als regel de wet van Newton. En met zo'n hoogte van zo'n 4 meter hier en flink veel wrijving, denk ik dat je uitkomt op zo'n 6 km per uur. Nou, let's go. Ja, succes. De wet van Newton. De man die inzag dat objecten elkaar aantrekken en dat zo ook de aarde aan ons trekt. Hij noemde deze kracht zwaartekracht. Die kracht maakt dat ik met mijn skateboard altijd omlaag zal rollen. Ik zet even pionnen uit om 3 meter uit te zetten. En dan kan ik met de stopwatch meten hoe lang ze over die 3 meter doet. En dan precies uitrekenen hoeveel kilometer per uur ze gaat. Later scherpte Einstein Newtons theorie aan. Oké, kom maar! En zo ontstond de relativiteitstheorie. En het zou dus zomaar kunnen dat in dat rijtje grote ontdekkers straks ook Jacco de Vries staat. En naast die man zit ik dus nu te stuntelen met mijn skateboard. En? Ja, klopt ongeveer. Hoeveel kilometer per uur? Ja, toch zo'n 6 kilometer per uur. Dan zitten we toch aardig in de buurt. Oké. Nou, super. Point proven, hè? Point proven, juist. En die natuurkundige regels gelden als het gaat over skateboards en gebouwen. Dat kunnen we ook zien. Maar die regels gelden dus ook op dat microniveau. Die allerkleinste schaal. En dat kunnen wij niet zien. Maar Jacco wel. Hij onderzoekt die kleine deeltjes waar wij en alles om ons heen uit zijn opgebouwd. Wij bestaan zelf uit
cellen en die bestaan uit moleculen en atomen. En subatomair heb je dan ook weer deeltjes. Die noemen we bijvoorbeeld protonen, neutronen en elektronen. En op dat niveau kijken we eigenlijk. En die krachten op de kleinste niveaus werken op die deeltjes. En wat hij zag is dat die deeltjes, anders dan het skateboard van net, zich niet helemaal houden aan de basisregels van de natuurkunde. En wat we zien is dat diep in onze data zijn bepaalde dingen die net niet kloppen met de regels die we kennen. En daar, in dat onvoorspelbare gedrag, zit het mysterie dat Jacco probeert te ontrafelen. Dus dan heb je het over deeltjes die op een bepaalde manier uit elkaar vallen. Net iets vaker de ene kant op dan de andere kant op. Met net iets gekkere hoeken. Ze vallen op een andere hoek uit elkaar dan we zouden verwachten. Als dingen zich vreemd gedragen, niet volgens die vier regels van de natuurkunde, dan klopt er iets niet. En dat laat zien dat er misschien wel een vijfde natuurkracht in het spel is. Is het dan lekker of juist verontrustend als je iets ziet wat niet klopt met je voorspellingen? Nou, allebei. Aan de ene kant is het wel waar je naar op zoek bent. Aan de andere kant, als je dat ziet, dan weet je dat je dus heel veel extra werk moet doen om te bewijzen dat het inderdaad klopt en niet aan jezelf lacht dat je iets verkeerd hebt gedaan. Ja, want mensen denken natuurlijk als eerste reactie, ja, het zal wel. He, dus dan moet je echt stevig in je schoenen staan om daar, of zeker van jezelf zijn, om dat door te zetten. Een foutje in een berekening of een wereldschokkende wetenschappelijke ontdekking is nogal een verschil. Deze kracht is moeilijk te bewijzen, omdat die vijfde spelregel heel subtiel is. Als het relevant was in het alledaagse leven, hadden we het al lang gezien natuurlijk. Dus die vijfde natuurkracht, als we die zouden willen ontdekken, dan moeten we ook echt kijken op die allerkleinste deeltjesniveaus. Om te bewijzen dat we het niet over een rekenfoutje hebben, moet Jacco de komende jaren hard aan het werk. Nog meer deeltjes analyseren. Dat doet hij in het epicentrum van de natuurkunde. CERN is een groot natuurkundelab. En de deeltjesversneller, dat is een 27 kilometer lange ronde tunnel. Die tunnel ligt diep weggestopt. Op zo'n 100 meter onder de grond bij Genève in Zwitserland. We gaan onder de grond met een lift en met een oogscan, zodat je weet dat jij het bent, want anders is het allemaal gevaarlijk. Oké, klinkt als iets uit een James Bond film. En in die 27 kilometer lange tunnel schieten natuurkundigen dus de hele dag deeltjes rond. Heel hard, met bijna de lichtsnelheid. En dan knallen we ze op elkaar. En dan kijk je of het gedrag van wat eruit komt klopt met de vier regels die we kennen. En dat doen ze dus niet. En net niet helemaal. Dus we zijn weer terug bij de spelregels. Om uit te leggen hoe Jacco dit onderzoekt, heb ik de beste voetballers van de Universiteit van Nederland opgetrommeld. Want de regels van voetbal, die kennen we bijna allemaal. Behalve buitenspel dan. De teams bestaan elk uit drie spelers. Zij zijn de deeltjes. En iedereen speelt volgens de afgesproken regels. Net als in de natuurkunde. Voetballen doe je niet met je handen en een doelpunt scoor je in het doel van de tegenstander. Maar dit potje loopt net een beetje anders. De spelers doen namelijk ineens dingen die Jacco niet begrijpt. Niet kan rijmen met de regels. Ze rollen over de grond. Ze rennen weg van de bal of wisselen ineens van team. Het lijkt op wat de kleine deeltjes in CERN ook doen. Jacco staat te kijken naar het potje voetbal en probeert de regel te ontdekken die verklaart waarom de spelers zich zo gek gedragen. En dat is dus precies wat hij ook doet in CERN. Oké, terug naar het verhaal. Terug naar CERN. Daar wil Jacco voor eens en voor altijd bewijzen dat die vijfde natuurkracht er is. En dan? Nou, dan hebben we hopelijk kunnen we opschrijven wat die nieuwe spelregel van de natuur is. En wat hebben we daar uiteindelijk aan? Wat heb ik daar aan bijvoorbeeld? Nou, in het alledaagse leven vrij weinig. Maar dan kunnen we wel veel beter begrijpen wat er nou precies gebeurd is bij die oerknal. Wacht even. De oerknal? Waar komt die ineens vandaan? Nou, als we alle spelregels van de natuur heel erg goed begrijpen, dat zijn de regels waar alles in het hele universum zich aan moet houden. Dus dan kunnen we kijken wat het allemaal gebeurd is bij de oerknal. Kunnen we dat een stuk beter begrijpen. En wellicht ook een beetje kijken naar de toekomst. Dus net als dat die spelregels een voorspellende waarde hebben, weet je nog dat Jacco kon voorspellen hoe hard ik zou gaan op een skateboard? Kun je met diezelfde regels ook terug in de tijd? Je kan ook terugspellen of ja, terugspoelen? Net zoals ze met het skateboard-experiment terug kunnen rekenen aan de hand van de snelheid, hoe hoog die op de heuvel begonnen is. Nou, als je die regel dan hebt gevonden en je hebt hem opgeschreven, dan kan je ook weer terugrekenen aan hoe het universum er dan precies uitgezien moet hebben vlak na de oerknal. Want hoe het universum er toen uitzag en hoe de oerknal is ontstaan, ja,
Dat weten we nog niet precies. Die vier regels die we kennen, die voorspellen niet hoe je vanaf de oerknal komt tot alle zonnen en de aarde zoals het universum er vandaag de dag uitziet. Dus die vier regels die voorspellen dat er helemaal geen aarde of zonnen zouden zijn vandaag de dag, maar dat het universum gevuld is met straling. En dat klopt natuurlijk helemaal niet. Dus er is ergens iets wat we niet begrijpen en we hopen met zo'n extra spelregel dat dan wel te kunnen begrijpen vanaf de oerknal. En als we daar alle natuurkrachten helemaal begrijpen, dan kunnen we veel beter snappen hoe van de oerknal uiteindelijk de zon en de aarde en het hele universum bestaat zoals hij vandaag de dag is. En misschien helpt het ook een beetje om vooruit te kijken in de toekomst. Ja, net zoals we bij dat skateboard een beetje konden voorspellen hoe hard hij naar beneden ging. Het is een puzzelstukje in waar het universum helemaal heen gaat. Denk aan of het heelal oneindig doorgaat of eindig is en allemaal samen cruncht in een zwart gat. Maar ja, voordat we dat allemaal weten, moeten we dus wel eerst achterhalen wat die vijfde natuurkracht is. Wanneer denk je dat deze kracht wordt ontdekt? Dat is heel moeilijk om te zeggen. Het hangt heel erg af van of het experiment lukt. En hoe de natuur zijn dobbelstenen gooit naar ons toe. Maar ik hoop over een jaar of vijf. Mooi. Jacco, laten we afspreken dat we elkaar over 5 jaar weer zien bij de Nobelprijzen. Dan kom ik op mijn skateboard. Jij bedankt voor het kijken of luisteren. Tot de volgende! Hey, wij zijn de Universiteit van Nederland. Dit is serious business. We bestaan 10 jaar en gaan dat vieren. Super fijn! Wil je live colleges volgen, vol met experimenten? Ja! We komen naar meer dan 20 theaters in het hele land. Ook bij jou in de buurt. Wat kunnen we eraan doen? Tickets zijn te vinden op universiteitvannederland.nl/theater. De mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. Tot dan! Gezellig!